Welkom bij de persconferentie van de wedstrijd Den Bosch Amsterdam, dames hoofdklasse. Ik zit hier met beide coaches en voordat ik wat vragen ga stellen, zal ik eerst wat statistieken opnoemen. De wedstrijd Den Bosch Amsterdam is geëindigd in 1-0, Maartje Paume. De cirkelverhouding was 15-18, kansenverhouding 6-8 en de penalty, of de strafcorners 3 tegen 5 voor Amsterdam. Oké, dan ga ik naar... Rick Matthijssen, wat is jouw beeld van de wedstrijd geweest? Nou ja, kijk, het is een beetje een gekke wedstrijd omdat je net voor de play-offs zit. Dus dan wil je gewoon lekker allebei. En in principe was er qua ranglijst is er natuurlijk ook niks aan de hand. Wij worden derde, jullie worden eerste. Dus het is gewoon lekker spelen. Dat hebben we denk ik wel gedaan. Jullie de eerste helft wat beter. Amsterdam de tweede helft wat beter. Oké. Wat zijn dingen die jij genoemd hebt in de rust om te veranderen? Wat vond je de eerste helft matig bij jouw ploeg? Ik denk dat we wat lef misten ook. Gewoon heel simpel. Harder werken, zeggen ze hier. dat hebben we eigenlijk gezegd. Gewoon duels waren voor jullie de eerste helft. Ze moesten meer duels winnen. Daar hebben we het eigenlijk een beetje op gehouden. Oké, in de tweede helft ja, kom je heel anders voor de dag. Wat vond je daarvan? We hebben 4 meiden van 16 erbij zitten. En het is ook heel leuk om gaan te kijken hoe doen die dat eigenlijk in zo'n wedstrijd als dit. En ik denk als je ziet hoe die meiden dat gedaan hebben. Noorderbaat ook van 16 jaar. Die zat vorig jaar nog een meisjes B1. Ja, die was bij ons bij de beste 4-5. En dat vind ik wel... Dat is en genieten. Vind ik ook mooi om te zien richting play-offs dat kan. Dat vond ik eigenlijk... Ja. Dus die meiden gaan ook gewoon in de play-offs volle bak. Dit is wat het is. Ja. Ja. Oké, okay, ben je klaar voor de play-offs? Nou, de laatste puntjes zijn we nu nog mee bezig. Dus nog niet klaar, maar we hebben nog even. We hebben nog 2 weken en dan tegen die tijd gaan we het met dit team gaan we het doen. En zijn we er klaar voor. Ja. Dan naar Ro. Wat was jouw beeld van de wedstrijd? Ja, ik ben het eigenlijk wel met Rick eens. Ik vond de eerste helft voor ons. En de tweede helft was absoluut voor Amsterdam. En het zat hem denk ik ook inderdaad in een beetje durf en in wie de duels ging winnen. En de meeste duels waren in de eerste helft voor ons. Ja, in de tweede helft waren die echt voor Amsterdam. Dus voor ons denk ik ook goed om te zien, om te kijken waar we staan, zeg maar. En even kijken waar we nog aan moeten werken. En waar moet je aan werken? Nou ja, zo'n tweede helft heeft Amsterdam ons goed onder druk gezet. En daar hebben we tijdens de wedstrijd geen oplossing voor kunnen vinden. Dus daar zullen we voor iets voor moeten gaan bedenken. Want daar, dat mag beter, denk ik. Te veel ballen kwijtgeraakt op gevaarlijke posities. Mede door de goede druk van Amsterdam. Maar dat moeten we allemaal wat slimmer doen. Wat vond je van de arbitrage? Ik vond het heel rommelig. En een paar kaarten aan beide kanten die ik moeilijk kon polsen. Een paar corners waarvan ik dacht van oeh, dat was er geen. Aan beide kanten ook. Dus, of het was er wel één en hij werd niet gegeven. Dus ik vond een aantal cruciale keren dat het niet helemaal goed ging. Maar die zullen waarschijnlijk ook pieken voor over 2 weken. Ja, maar ben jij verder wel met jouw ploeg klaar voor de play-offs? Ja, er begint eigenlijk een nieuwe fase voor ons nu. Maandag traint het Nederlands team voor het laatst samen. En dinsdagochtend mogen ze allemaal naar huis toe. Dus dat betekent eigenlijk dat wij nu eigenlijk nog 2 volle weken hebben tot de competitie klaar is. En dan nog een volle week tot de play-offs beginnen. Dus voor mij zijn het eigenlijk 3 weken. Die we nu extra hebben om ons helemaal klaar te stomen voor de play-offs, voor de eerste wedstrijd. Nummertje 2 staat pas over 4 weken op het programma. Dus het is heel fijn dat we nu iedereen compleet hebben. Geen Jong Oranje meer, geen Nederlands team meer. Dat ze zich alleen maar op de club hoeven te focussen. Ja. En daarin zullen wij een eindsprint moeten gaan zetten om de scherpte en de felheid te hebben die we nodig hebben in de play-offs. Wie verwacht je dat als nummer 4 gaat eindigen? Ja, dat heb ik eigenlijk vanaf het begin van het seizoen al geroepen. Oranje-rood. En als jullie de persconferentie terug gaan halen van de wedstrijd tegen Oranje-rood hier begin van het seizoen. Nou, gaan we doen. Toen heb ik hem al benoemd dat Oranje-rood voor mij een van de play-off ploegen zou zijn. Voor mij is Oranje-rood een hele belangrijke kandidaat om de play-offs te halen dit jaar. Het is een heel sterk team. De organisatie staat ongelooflijk strak. Ja, ik ben ervan overtuigd dat Oranje-Rood echt gaat meedoen dit jaar. Ja, dus ik verwacht absoluut Oranje-Rood. En ook gewoon een hele goede ploeg. Dus ik verbaas me er niet over. Oké. Okay. Jullie verwachten SJC uiteraard. Om tegen te spelen. Om tegen te spelen, ja. De play-offs. Hoe,
Dat is nu zeker trouwens. Dat is nu. Nou, wij, als jullie moeten, twee keer verliezen. Ja, wij moeten nog wel, zwaar, wel een potje winnen. Ja. Ja. Ja, dat is waar. Maar, ja, dus dat verwachten wij. Ja, ja. Dus daar kun je mooi naartoe werken ja. De komende 3 weken. Ja. Ik denk dat dit jaar ook, hè, wat Roel zegt, ben ik het mee eens. Oranje-rood zal het denk ik gaan halen. En je hebt, dit jaar zie je een uitslagen echt een top 1. 13 punten naar ons nu. Dan heb je Amsterdam Stichtse. En dan weer echt een gat naar 4. Dus dat ligt gewoon heel dicht bij elkaar. Ja. En, dat heb ik vorig jaar wel geleerd. Om een heel jaar lang alles winnen. Is niet zo belangrijk. Het gaat om die play-off straks. En ja. Daar moet het gebeuren. Nou, succes in ieder geval daarmee. Van hetzelfde. Dan wil ik bij deze de persconferentie afsluiten. Dank u wel voor het kijken.